call it. Well, it's part of animism, but it's more Japanese philosophy. Yeah, okay. Yeah. Wash your face and then something. What do you feel after you wash your faces? That was very beautiful. We find love. Vertel eens waar we net zijn geweest. We zijn bij een, hoe noem je dit? Ik weet even. Ja, het is een soort van plek waar eigenlijk waar we eerder al over gehoord hebben, eigenlijk alle mensen van de oorspronkelijke cultuur van Java komen. Ja. Maar dat zijn dus hindoeïstische tempeltjes en beelden waar ze ook voor bidden voor de Ganesh. Ja. En dat is eigenlijk het hoogste, de hoogste figuur in hun geloof. Die staat voor alle wijsheid. En de plek waar we zijn, als je hier gaat bidden, dan bid je ook vooral voor rijkheid en voor welvaart. Ja. Oké, nou we zijn nu bij een christelijke kerk. Dat is eigenlijk de enige in Jakarta, vertelt onze gids. Dus dat wil wel zeggen dat het hier maar heel weinig christenen zijn. Nou, zoals je kan zien is het hier een open kerk. In Nederland hebben we dat niet, maar hier is dat omdat je dan dichter bij God bent. En dit is ook een van de weinige kerken waar je geen banken hebt, zoals bij ons. Want mensen gaan hier gewoon zitten, net zoals ze ook in de moskeeën. En zo doen. Eentje op de muren. Dan zie je de kruistof afgebeeld. Net wat we in Nederland daar ook altijd wel beelden van hebben. Dat komt wel overeen. En je moet je schoenen uit. Ja, je moet je schoenen. Anders wordt het ja, je moet het niet uit, maar het is gewoon om het schoon te houden. In de moskee moet het echt, maar hier is het gewoon om de vloer schoon te houden. Oké. Okay. Nog meer? Alleen dat het eigenlijk een christelijke kerk is met Japanese invloeden. Oké. Okay. Ja. Veel succes!